Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Op de satellietfoto is niet veel te zien. Er is weinig of geen bewolking in onze omgeving aanwezig, en dat luidt een stralend zonnige dag in. Misschien wat nevel de eerste uren, maar dat verdwijnt allemaal en daarna is het zonnig. Vanmiddag temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 14 tot 16 graden. Eh, 14 graden op de Waddeneilanden. Misschien zelfs iets lagere temperaturen en dat komt omdat er koud water aanwezig is en de wind uit het noordoosten aankomt waaien. Er staat overigens niet heel veel wind, ook vanavond niet, en ook dan is het helder met temperaturen. Die gaan dalen naar een graad of 9. Morgen hebben we vergelijkbaar weer. Het blijft zonnig, het blijft droog en er staat amper wind. Daarbij temperaturen van 14 tot 17 graden. Het is echt zeer zacht lenteweer. Opnieuw geldt dat nabij grote wateroppervlakken de temperatuur een klein beetje achterblijft, want dat koude water tempert. Vanaf vrijdag gaat het roer om. Vrijdag krijgen we meer bewolking. Het is nog wel droog en de wind neemt toe. Zaterdag kan er wat lichte regen vallen. En dan doen we het met temperaturen van amper 10 graden. Ook zondag is het voor het gevoel aan de frisse kant. Met name door een stevige wind. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.